Nederland bereidt zich voor op Olympisch kwalificatietoernooi. Pip Alblas doet mee met Giel's talentenjacht. En Hilde Niese in gesprek over gevaarlijke verkeerssituaties in Gouda. Dit en meer in de Week van Gouda van vrijdag 18 maart. Vanaf maandag begint het Olympisch kwalificatietoernooi waterpolo voor de vrouw in het Groenhovenbad. Het Nederlandse dames waterpolo elftal speelde afgelopen woensdagmiddag een oefenwedstrijd tegen de Verenigde Staten. Nederland verloor met 14-8 van de Amerikanen. Na de wedstrijd spraken we met bondscoach Arno Haviga en aanvoerster Jasmin Smit. Verwacht je van de wedstrijd Frankrijk-Nederland? Nou, ik verwacht Frankrijk is denk ik kwalitatief iets minder land dan wij, een mindere ploeg. Alleen dat is wel een ploeg die redelijk aan het groeien is. Dus we zullen al serieus aan de bak moeten om die wedstrijd goed binnen te halen. Maar daar ben ik wel blij mee ook. Want dat betekent ook de eerste wedstrijd van het toernooi dat we een goede wedstrijd, een goede fijne tegenstander hebben denk ik om aan het toernooi te beginnen. Ik heb de verwachting dat we hier een goed resultaat neer gaan zetten en dat we ons plaats voor de Spelen. En waar moeten jullie voor waken bij Frankrijk? Nou, dat we er sowieso zelf te makkelijk over denken. Er zitten een aantal speelsers bij die goed in staat zijn om een doelpunt te maken. Dus we zullen heel geconcentreerd moeten spelen. En die concentratie is heel belangrijk om die wedstrijd ook echt op een goede manier binnen te halen. Welk land reken je als favoriet? Ik denk dat Amerika wereldtop nu is en de beste die er rondloopt. Dus Amerika. En wethouder sport Laura Werger was daarbij ook aanwezig. Zij vindt het geweldig dat Gouda is uitgekozen als speelstad. Wat vindt u ervan dat Gouda is uitgekozen als speelstad voor het OKT? Dat is geweldig natuurlijk. Ons zwembad is wel opgebouwd om dat te kunnen doen. We wilden juist die mogelijkheid hebben. En het is heel gaaf als je zo'n groot evenement mee mag maken. En er zijn 4 tickets naar Rio te vergeven. Dus dat is sowieso geweldig. Dus super gaaf, goed voor Gouda, goed voor de sport ook. En denkt u dat het ook voor de publiciteit en aanzien van Gouda gaat verbeteren? Jazeker, Gouda als sportstad ook op de kaart zetten. En het is gewoon hartstikke mooi. Hè? Gouda heeft meer te bieden, dus ik hoop ook op mooi weer. En dat mensen niet alleen in het zwembad komen kijken, maar juist ook eventjes de stad ingaan. En heeft u nog een laatste boodschap aan de Oranje Dames? Ja, ik wens ze heel veel succes. Ik ga ervan uit dat ze een van de kwalificaties meenemen en dat ze naar Rio gaan. En ik zal met veel plezier kijken. De Goudse singer-songwriter Pip Alblas doet mee aan Giel's talentenjacht. Dat is de online opvolger van een tv-programma bedacht door Giel Beelen. Tot 10 april kunnen mensen stemmen door een video veelvoudig te bekijken en een blauwe duim omhoog te geven op de video op YouTube. Het gaat dan wel over de video op het YouTube-kanaal van Giel's talentenjacht. Wij spraken telefonisch met Pip Alblas over haar deelname. Ja, en aan de telefoon heb ik Pip Alblas. Dag Pip. Hoi. Hi. Ik zag dat je meedeed aan Giel's Belens talentenjacht. Welk nummer heb je ingezonden? Ja, het nummer wat ik bij jullie heb gezongen ook. I blame it all on you. Oh, oké. Okay. Ja, ik vraag die mensen om wel inderdaad hun eigen liedjes te schrijven en die dan in hun slaapkamer op te nemen. De mensen met de meeste views, die vallen natuurlijk dan het meest op voor hem. En die maken het meeste kans om uitgekozen te worden. En als uitgekozen worden, zit er dan een prijs aan vast? Hij gaat, voor zover ik weet, is dat hij 11 talenten gaat, een soort van begeleiden. Gaat hij proberen te laten optreden op plekken waar ze normaal gesproken dan niet zomaar in hun eentje zouden komen. En hij wil die mensen gewoon een opzetje geven in hun carrière. En waarom doe je er zelf eigenlijk aan mee? Ik ben natuurlijk onwijs hard bezig met mijn eigen muziek. Ik heb ook mijn eigen EP uitgebracht. En hij gaat ook werken met coaches, mensen uit de muziekwereld. En ik kan natuurlijk gewoon heel veel leren van mensen die er al veel succesvoller in zijn dan ik. En je komt natuurlijk op hele gave plekken. Ik ben altijd wel in voor een avontuur. Mensen kunnen stemmen, zeg je. Waar kunnen ze dat doen? Zeg maar als je naar het kanaal van Giel's talentenjacht gaat en je zoekt op Pip, dan kom je bij mijn filmpje. En als je hem kijkt, helpt dat mij. Omdat hij kijkt naar de hoeveelheid views en hoe lang die bekeken is. En naar het aantal likes. Dus dan kan iedereen die een YouTube of een Google account heeft, kan gewoon op het duimpje omhoog drukken onder de video. En degene die daar het meest in hebben, die komen sowieso in zijn top 20. Ja, het is ook niet een talentenjacht die je vaststelt aan allerlei contracten en dingen. Hij wil je gewoon echt helpen om verder te komen in de muziekindustrie. En hij wil niet een slaatje uit jou slaan, zeg maar. Recentelijk berichtte de krant van Gouda over gevaarlijke verkeerssituaties in Gouda. Deze zijn gemeld door de Goudenaars zelf aan de redactie van de krant. Wij waren benieuwd of wethouder verkeer Hilde Niese hiervan op de hoogte is en wat haar aanpak is. Ja, mevrouw Niese, uit onderzoek van de krant van Gouda blijkt dat er meer dan 30 gevaarlijke verkeerssituaties zijn. Dus gemeld, meer dan 30.
Wat vindt u van dit aantal? Ja, ik heb het natuurlijk gelezen in de kranten. Ik vind het eigenlijk heel erg leuk dat jullie dit allemaal gevraagd hebben aan de bewoners van Gouda. Want voor ons zijn het allemaal goede tips. We hebben die lijst ook bij ons hier in het huis van de stad liggen en die gaan we uitgebreid bekijken. En natuurlijk zijn er bij heel veel dingen is er heel veel geld nodig, maar bij sommigen ook niet. En daar kunnen we dan natuurlijk ook meteen iets aan doen. En hoe komt het volgens u, en althans wat de mensen ook ervaren, dat er zoveel gevaarlijke situaties in Gouda zijn? Ja, eigenlijk is dat best wel een ingewikkeld verhaal. Want verkeersveiligheid, dat is, zoals ze zeggen, subjectief. Hè? Dat alleen al, wat de ene gevaarlijk vindt, vindt de ander juist handig. Want dan kan je lekker doorfietsen. Hè? Er zitten altijd meerdere kanten aan, maar we houden heel erg de vinger aan de pols. Want ja, je wil inderdaad niet dat daar erge ongelukken gebeuren. Dus juist die cijfers van de ongelukken, die houden we heel erg in de gaten. Ja, en ook dit soort meldingen is voor ons heel waardevol. En is volgens u de gemeente dan wel voldoende alert op zulke situaties? Zeker, daar zijn we zeker alert op, want het is echt een belangrijk onderwerp voor ons, verkeersveiligheid. Ja, want ieder ongeluk is er één te veel. Liefst wil je dat er geen ongelukken gebeuren. Nou, zo zit de wereld helaas niet in elkaar. Ja, en woensdag was het Nationale Boomfeestdag. In het kader van deze feestdag organiseerde projectbureau Westergouwen een boomplantdag op de locatie van de toekomstige woonwijk. Zo'n 115 leerlingen van 4 basisscholen deden hier aan mee. De scholieren planten een eigen boom in het speciale natuur- en recreatiegebied. Ja, en dan het weer. Na een zonnige week wordt het vanaf dit weekend grijs en grauw. De temperatuur ligt overdag rond een graad of 7 en in de avond en nachten rond 2 graden. Met vrij veel bewolking, lage temperaturen en kans op wat kleine buitjes wordt het toch een stuk kouder dan we de afgelopen dagen gewend waren. En tot zover de Week van Gouda van vrijdag 18 maart. Bedankt voor het kijken en tot volgende week.